25 huiskamers, 25 acts, 75 optredens. Zondag 10 februari was het gluren bij de buren. En dat is precies wat wij deden in drie huiskamers. Het eerste adres was bij Job en Gaby Kayatu. Zij brachten, zo lezen wij in het programma, een sfeervolle mix van jazz, Latin en easy pop. En ondanks de regen waren er toch veel mensen op afgekomen. Ook de zoon des huizes liet horen over de nodige muzikaliteit te beschikken. Na afloop was het mogelijk vrijwillig een donatie te doen en was het tijd om de volgende act op te zoeken, Lead. Dit kwartet bracht fraaie pop, folkliedjes, veelal a cappella gezongen. Come on, let's twist again, twist it, time is here. Dum, 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 if this one makes you crazy and you've taken all you can.
because you know I'll be there. And I see your true colors shining through. And I see your true colors. That's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. True colors, beautiful, like the rain. Tot slot barok ensemble Amuse. Zang, spinet, blokfluiten en gamba. Nu gaat het over Corinna. Corinna was een Griekse dichteres. Die leefde ongeveer 520 voor Christus. Veel bekender is haar collega Pindar. Van hem zijn zelfs gedichten overgeleverd tot vandaag. Maar zij was collega en concurrente van Pindar. Want tijdens de dichtwedstrijd heeft ze een keer van hem gewonnen. Was ze heel blij mee en heel opvrolijk. Maar Pindar zei, nou nee, je hebt niet gewonnen omdat je beter bent, maar gewoon omdat je een mooie vrouw bent. Echt gemeen. Dus, maar zij laat zich dat niet zeggen en zij is gewoon heel opgewonden en heel vrolijk. En dat horen we, heel opgetogen. Dus dat horen we straks. Ja.